ben Robert Molenaar, ik ben campagneleider van de Anti-Dierproevencoalitie. Vandaag een informatiestand op het Roots Festival in Amsterdam. En we informeren vandaag mensen over de dierproeven die gedaan worden door Defensie. Het zijn hele akelige testen, er worden zenuwgassen getest op cavia's, apen worden opgesloten en worden gebruikt en vergiftigd. Wij roepen het ministerie van Defensie om te stoppen met deze testen. Er zijn veel mensen die ons vandaag steunen. We halen zo'n 200 handtekeningen per uur op. We hebben al zo'n 14.000 handtekeningen. Dus mensen willen dit niet meer, mensen pikken dit niet meer. We roepen het ministerie op te stoppen met deze gruwelijke experimenten op dieren. Ze smeren zenuwgassen in vloeibare vorm op de huid van cavia's. En ze kijken wat voor reactie dat teweeg brengt. De dieren creperen letterlijk, omdat ze dus die stoffen via de huid zo het lichaam binnendringt. Ook worden cavia's in boksen gestopt en worden zij letterlijk vergast met zenuwgassen. Ook apen worden gebruikt in dit soort experimenten. En vele andere dieren, zoals muizen en ratten en varkens, worden gebruikt in testen. Het leger, zenuwgassen, dus dat zijn stoffen waarvan we al bekend zijn dat het gruwelijk is bij mensen. En onschuldige dieren gebruiken, die dus geen kant op kunnen, gedwongen worden om mee te werken aan zo'n experiment. Hebben ze nooit om gevraagd. Uiteindelijk zullen al die dieren sterven tijdens het experiment of na het experiment. Het gaat om honderden dieren per jaar en het kan gewoon niet meer. Dit zijn giftigheidstesten en er zijn allerlei teststrategieën. Hè. Die zijn er al of in ontwikkeling. Waarin dus met menselijk materiaal dus experimenten worden gedaan. Er zijn geen dieren voor nodig. Het goede hiervan, van alternatief onderzoek, van dierproefvrij onderzoek is dat het voorspellende waarde heeft omdat je gebruik maakt van menselijk materiaal. Dus je kunt dus die vertaalslag maken naar mensen. Het probleem met de testen op dieren, op cavia's, maar zelfs op apen, is dat het uiteindelijk misschien werkt in een dier, maar dat het niet hoeft te werken in een mens. En daardoor blijven jaarlijks, dag in, dag uit, dieren gebruikt worden in experimenten. Het gaat alleen al in Nederland om 1 miljoen proefdieren. Het gaat om vele tientallen, 200-300 miljoen proefdieren wereldwijd. Dus hoeveel dieren moeten er nog sterven en hoe vaak moeten we dit nog blijven uitvoeren? Dus wij vinden het ethisch onverantwoord en we vinden het ook wetenschappelijk gezien onjuist om dieren te gebruiken in experimenten. Er zijn altijd mogelijkheden om actie te voeren, om je stem te laten horen. De makkelijkste manier is om de petitie te tekenen tegen dierproeven. Een goede manier is ook om naar onze Facebook-website te gaan, om je aan te melden. Of om een keer mee te doen met een protestactie. De Anti-Dierproevencoalitie is een vrijwilligersorganisatie. En we zijn altijd blij met mensen die zich in willen zetten voor dieren.